Yo, Kees van Game Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video, mensen. Vandaag zijn we hier op Mindtopia en er is heel veel gebeurd, mensen. Ga ik zo meteen vertellen, maar we zijn vandaag niet alleen. We zijn hier met de enige echte... Mindvlog! Met de enige echte Mindvlogs en de enige echte... Azalom. Met wie? Azalom! Oké, we moeten even wat harder praten. In ieder geval, mensen, vandaag is een speciale video. Er is heel veel gebeurd in Mindtopia en deze twee mensen wouden een keer meedoen. En dus dan mochten ze een keer meedoen, want ja, ik kon wat mensen gebruiken om je te vergelijken vandaag. Dus wil je ook een keer meedoen, laat natuurlijk even een like achter op deze video en laat natuurlijk een reactie achter. Als je ook een keertje wil meedoen. Maar we gaan nu uitleggen wat er is gebeurd. Mindtopia, wat is het nou, 3.0 is uitgekomen, of niet? Nee, dit is wel een hele grote update, maar nog geen 3.0, namelijk de zon. Oh ja, dit is onderdeel van 3.0. Want er is een nieuw levelsysteem en er zijn zones nu in Mindtopia. Ja. We gaan beginnen wel even met het levelsysteem uit te leggen. Het zonesysteem bedoel ik. Je hebt nu 3 zones, net zoals vroeger. Zone 1, 2 en 3. Malibu is ook 3 volgens mij. En de heel en Malibu zijn samen. De heel en Malibu zijn samengevoegd, dus dat is nou 1 stad bij elkaar. Ik gebruik trouwens ook voor de eerste keer OBS als opnameprogramma. Als er iets een beetje raar is, dan weten jullie waar het door komt. Maar ik hoop dat alles goed doet. In ieder geval, mensen, de zon heeft dit. Welke steden zijn zon 1? Gradle, Atlanta en Cosmo. Downtown en de Kaap. Oh, de Kaap ook. Downtown ook. Nou, Downtown is zon 1 door Lootgate, maar zon 2 IJzer. Oh, om daar te wonen. Oké. Oké, dat is het Cosmo, dat is goed. En Oké, ik moet er nou nog een bedrijfje starten in Zone 1. Dus ik denk dat ik dat dan maar in Cosmo of zo ga doen. Of Downtown of de Kaap. Tja, in Atlanta en Greda mag je volgens mij niet als zo hoog level starten. Misschien kan ik hier dan wel. Ja, in ieder geval, Zone 2 was de City, dacht ik. Mindtopia en Sunnyvale. Ja, klopt. En zone 3 is Malibu een deel. Mag ik even iets grappigs vertellen? Ja, vertel me. Namelijk, eigenlijk hoor ik daar helemaal niet thuis in Sunnyvale. Maar, doordat ik daar nog een plot heb, kan ik nog gewoon naar zone 2. Je mag eigenlijk helemaal niet door je level in Sunnyvale komen? Nee, maar omdat ik een plot heb in zone 2, mag ik daar dus wel komen. Dan heb je geluk dat je daar een plot had, anders ja. Dan heb je weer geluk, hè. Maar in ieder geval, dat is dus het zonnesysteem. En dan gaan we nu naar het levelsysteem. En Azalon, kom eens even hier, jij. Ja. Want welk level ben jij? Ja, ik ben level 46. Ja, typ even. Ja, ik ben hoger. Ja. Ik ben level 51, welke ben jij? 21. L zegt hij. Jij bent L. Nou, oké. Dus is een levelsysteem ingekomen, mensen. En dat, gisteren werd uitgebracht de update in totaal. Super like, ja. Ik zal het even vertellen. Gisteren was er gebeurd, het levelsysteem komt er. Het levelsysteem, dat hebben jullie in de video van David als het goed is al gezien. Dat is level 1 tot en met level 100. En wat er dus gebeurde gisteren, iedereen start op level 1. Maar dat was blijkbaar niet de bedoeling. Nee, dus toen hebben ze het gerollback. Ja, toen hebben ze het gerollback, maar het was dus niet de bedoeling. Maar iedereen dacht dus dat je op level 1 startte. Dus iedereen, die dacht echt, wat? Want als ik op level 1 startte, had ik voor level 51 7 miljoen euro moeten betalen. Want als je nu... What? Ja, als je nu een level omhoog wil, moet je geld betalen. En level 1 naar 2 is maar heel weinig, level 2 naar 3 is weer meer en dan bouwt het zich op. En als je op level 50 zit, als ik naar level 52 wil, dan kost het maar 500.000. Maar je kan niet zomaar dat level krijgen. Je moet bijvoorbeeld zoveel punten hebben. Je kan punten krijgen door te zwemmen, door plots te hebben, door time online te hebben, door allemaal die fitheid, zones, KVK's, dat soort dingen. Krijg je allemaal punten. En als je een bepaald aantal punten hebt, dat geeft jouw toekomstige level. Wat je hier ziet, mijn toekomstige level is level 51. Dus als ik bijvoorbeeld nu meer ga zwemmen, dan kan ik misschien naar level 52. Maar... Dat moet ik dan wel gaan kopen, want iedereen heeft nu een standaard level gekregen. Wat hij zou worden met de punten die hij had, die krijg je dus gratis. Maar als je nu hoger wordt, dan moet je betalen. Dus de mensen die nu al een hoog level hebben, die hebben eigenlijk wel geluk. Dus in principe heb ik 7 miljoen euro bespaard, omdat ik het eigenlijk kreeg. En tot level 1, dat je op level 1 start, was dus een foutje gelukkig. Hoorde ik gisteren, dus dat is nice. Dus ik heb eigenlijk gewoon 7 miljoen euro bespaard. Dus eigenlijk,
had ik dit moeten kopen voor 7 miljoen euro. Dus iemand die op level 1 staat, moet het wel, als hij op dit level wil komen, 7 miljoen gaan betalen. Dus dat wordt best wel moeilijk. Maar ja, iedere keer als je een hoger level hebt, dan heb je ook een goed bedrijf waarschijnlijk en veel plots en zo. Dus dan kan je dat ook wel betalen. Het is een heel slim systeem. Ja, vertel. Nou, ik vind het eigenlijk onmogelijk nou om voor level 1 nog een beetje Mydopia te starten. Want de uurloon voor level 1 is maar 30 euro. Ja, maar members. Ja. Ja, je bestart nu met 25 of 20k zo en dan kan je al direct level 5 of 6 kopen, dus dat kan gewoon. Dus in ieder geval, ja, het is wel mogelijk. Als je het goed gaat bekijken, dan is het zeker mogelijk gewoon als level 1. Alleen, ja, de mensen die nu al veel bereikt hebben, die starten gewoon met een hoger level en hebben dus iets meer geluk omdat ze al langer spelen. Maar iedereen kan zeker gewoon makkelijk nog veel gaan bereiken. Ook al start je nu als level 1, want ja, als je gewoon een goed bedrijfje hebt, je hebt veel time, vooral time telt ook heel veel mee. Je kan je level ook terugverdienen, staat allemaal die openbare docs die ze online hebben gezet. Welk level je kan krijgen. Dus daar kan je zien hoeveel uur je online moet zijn om het level terug te verdienen. Dus het kan gewoon allemaal, alleen ja, ik snap wel dat level 1 nu zeggen, het wordt moeilijk om voor ons te doen, maar natuurlijk, het kan gewoon. Als je actief speelt en gewoon een goede winkel maakt, dan kan dat zeker allemaal. Maar, Azelo, ja. Wat heb jij allemaal voor plots en zo? Vertel het eens, want jij bent level 46. Ja, ik heb in mijn topje een plot en ik heb 2 in de city, 3 in de city. Voor de rest denk ik ook nog een paar heb in Cosmo, ik weet wel niet hoeveel. Wat was jouw time? Ik denk niet meer in Cosmo, want die zijn ingenomen. En mijn time is 24 dagen. Hoeveel? 24. 24 dagen, ja kijk. Ik heb dus bijvoorbeeld 77 dagen en... Maar hij heeft natuurlijk superveel plots en ik heb natuurlijk amper plots. Ik heb er eentje in Malibu, eentje in Mindtopia en eentje in Sunnyvale. En eentje in Cosmopolitan. Dus ik heb er 4 plots. Heb je je plot in de deel nog? Nee, die heb ik verkocht. Daarom heb ik gewoon 3 miljoen euro bij. Voor de mensen die dat niet weten trouwens, ik heb mijn veiling verkocht terug aan de gemeente. Aangezien zij hem terug moesten kopen, aangezien het winkelcentrum wegging. Dus dat is dus een beetje het verhaal. Maar, dus ja... Als ik die erbij had gehad, was ik sowieso level 55, 56, 57. Maar als ik natuurlijk ook veel meer plots had... Als ik er nu gewoon heel veel plots ga kopen, word ik natuurlijk nog een hoger level. Want geld telt in principe nou niet mee. Maar het toekomstige level wat je kan krijgen hier, dat telt geld niet mee. Dat is gewoon time, zwemmen, fitheid, plots, prefix. Ja. Want ik heb ook geen prefix, want ik ben nu burger. Kijk maar. Geld telt eigenlijk wel mee, maar, want dat geld moet je hebben om weer up te graden. Ja, oké, okay, ja, dat klopt. Je hebt het nodig voor je level up te graden, dus, maar het telt niet mee voor je level in principe. Nee. Dus, maar het is natuurlijk, je hebt het wel nodig om up te graden. Dus ja, eigenlijk telt is geld niet meer helemaal zo belangrijk nu in Mindtopia. Ik denk nu ook dat de economie een beetje anders gaat worden. Aangezien, het gaat misschien sommige dingen wat duurder worden en sommige dingen wat goedkoper worden. Aangezien het nu heel anders werkt eigenlijk voor het level. Mensen krijgen ook meer uurloon. Even kijken als met... Wat mijn time? Ja, ik krijg nou mijn uurloon nog niet in de video, maar mijn uurloon is 8334 als ik het goed heb. Dus dat is 8334 euro als ik het goed heb. En dan, hoe hoger je gaat, mensen zijn ook al level 60 of zo. Die krijgen dan al, hoeveel krijgen ze dan? Weet jij dat? Ik heb hier een docs bij me. Die krijgen 15.703 euro. 15.000? Dus als je al level 60 bent, dan krijg je 15.000 mensen. Dat is echt veel, en, maar ja. En de level 100 krijg 100k per uur. Ja, bij level 100 ga je denk ik nooit worden in je leven. Nee. Dat kan denk ik niet. Maar mag ik ook nog even vertellen wat ik heb? Ja, vertel. Ja, jij neemt... jij wil een keer meedoen, jij wil de hele video volpraten. Maar oké. Ik heb vroeger 2 plot, maar ik heb 1 plot aan iemand gegeven... Dat we die graag willen boosten, omdat die dan ook weer in Mindtopia kan in zone 2. Maar nu heb ik 1 plot in Sunnyvale. Ik heb 56 fitheid en ik heb 37 dagen en 7 uur online time. Ja, jij hebt denk ik... Vooral nog op als je even je fitheid, want ik heb 151. Als jij je fitheid ook gewoon omhoog doet en je pakt gewoon een paar plots net als mij, dan kan je ook gewoon een hoog level worden.
Want ja. ik heb eigenlijk ook niet zoveel. Misschien... Maar alleen ik heb maar 12k. Ja, ja, dan moet je even gaan sparen. Maar weet je wat ik ook wel raar vind? Bijvoorbeeld Empyrean, mijn vriend, hij is level 41 geworden. Terwijl dat hij, ik denk, 6 plots heeft. En die heeft 70 dagen tijd. En hij is level 41 geworden, terwijl dat hij, denk ik, wel hoger kan. Ja, je moet dus vooral fitheid is denk ik heel belangrijk. Time is denk ik heel belangrijk en plot zoals je ziet, want Arsenal heeft een lage time en heel veel plots en ik heb een hoge time en weinig plots en alsnog zijn we bijna hetzelfde level. Dus in principe denk ik dat ik nog een plots erbij ga kopen. En plots in allerlei zones stelt natuurlijk ook veel punten. Dus ja, ja. Maar dit was dus denk ik de video mensen. We hebben wel een beetje uitgelegd wat er is gebeurd met het level systeem. We hebben 2 kijkers laten meedoen, dus wil je ook een keertje meedoen? Dan moet jij eventjes een likeje achterlaten, een reactie achterlaten en dan mag je... Misschien wel net als mijn vlogs en Azelo een keertje mee in de video. En wat vonden jullie ervan? Leuk, maar het blijven mijn vlogs. Nee, het is mijn video, niet mijn vlogs. Nee, mijn vlog. Voor de mensen die het weten, altijd als ik hem tegenkom zeg ik, het is mijn vlog. Mijn vlog. Mijn vlog. En ja, Azelo, dat was jouw droom, heb ik gehoord, dit meedoen in de video. Ja? En Magnus kwam mijn fan, dus hij wou gewoon mij voor de views klopt. In de opname. Ja, ik wou jou voor de views, dat klopt. Kappa. Maar in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken en doe een like, vergeet zeker niet te abonneren. En als je nog wat wil weten, we hebben vast niet alles verteld over het levelsysteem. We hebben een beetje verteld over de zon en het levelsysteem. Als we iets fout hebben gezegd of als we iets vergeten zijn, laat het natuurlijk achter in de reactie. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Zeg even doei. Doei.